Inderdaad, dat ik dus met die vijf recreatiebungalows al jaren mee bezig ben, vanaf 1999. Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd? Was het hier vroeger gemeente Borne. En we zijn tussentijds, 2001 zijn wij naar de gemeente Almelo gegaan. Dus er is een grenswijziging gekomen en Borne, daar had ik een akkoord mee over dit verhaal. En Almelo moest dat inplannen en daar gaan we van af tot heden. In deze tijd is het eigenlijk niet gepast om grote bomen, minstens 14, te gaan kappen voor 5 recreatiewoningen. Wat zijn jullie grootste bezwaren tegen de bouw van de 5 recreatiewoningen? Recreatie, dat zegt het woord al. Dat er heel veel mensen natuurlijk komen recreëren daar. En dat ik om 12 uur 's nachts natuurlijk nog wel lawaai, omgevingslawaai heb. Barbecuen en feesten. En dat leek mij toch niet zo heel erg leuk als ik er vlak naast woon. Ja. Dat zal natuurlijk, als je het verhuurt, komen er mensen. En mensen die gaan praten en gaan lachen en zitten daar niet voor een begrafenis. Die zijn uit. Ja? Dus er zal altijd maar, is dat het einde van de wereld? Nee. Meneer Wispels die heeft met de gemeente Almelo een overeenkomst gesloten voor de koop van een perceel grond van 2200 meter. En daar is geen rugbaarheid aangegeven, dat is een onderhandse overeenkomst. En die is strijdig aan een arrest van Die Dam, heet dat. En het is niet openbaar aanbesteed. En er is zelfs geen rugbaarheid aangegeven. Dus er zijn meer mensen op het Tusveld die ook stukken van die grond zouden willen kopen. En die krijgen gewoon geen kans. Ik heb met de gemeente Almelo mijn inziens een goede deal gemaakt om daar een paar duizend vierkante meter grond voor terug te kopen en dat in te richten op de wens van de gemeente Almelo met het aantal bomen en struiken voor dat gebied. En daarnaast moet ik de sloot onderhouden die daarnaast liggen en dat heb ik geaccepteerd. Echt. Ik denk dat iedereen met een beetje redelijk verstand, daar hoef je geen jurist voor te zijn, weet dat het rammelt, die besluitvorming, en dat het nooit door moet gaan. Het is een kwestie van leven met elkaar en accepteren. En ik denk dat het best is. Misschien een kopje koffie drinken met elkaar? Oh, graag. Daar ben ik altijd voor in.